In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 4 oktober, dat is niet de dag erna, maar dat is de grote dag op onze kerkelijke kalender, omdat we dan een van de grootste heiligen vieren die de Heer aan zijn kerk en aan de wereld heeft geschonken, de heilige Franciscus van Assisi. Een grote heilige, tenminste de laatste 20 jaar van zijn leven, de eerste 25 jaar van zijn leven waren anders, waren zoekend, waren tastend, waren nog feestvierend daar in Assisi, strevend naar ridderroem, idealen die vergankelijk bleken te zijn. En zo kwam er langzaam maar zeker, en het ging echt niet van de een op de andere dag, een ommekeer in het leven van Francesco. Zocht hij naar wat werkelijk waarde had, werd hij in zijn hart aangesproken met die merkwaardige droom die hij heeft, dat de vraag aan hem wordt voorgelegd: voor wie zou je je nou inzetten? Voor de hoogste Heer of voor zijn knecht? En als ik dat hier aan de tieners zou vragen, voor wie zou je nou gaan werken? Voor de grootste baas of voor maar een knechtje van hem? Ik denk dat de meeste van jullie, ik denk dat jullie allemaal zouden zeggen, natuurlijk voor de hoogste. En dat zei Franciscus ook. Maar hij begreep nog niet wat dat wilde zeggen. Toch, hij wordt aangeraakt door Jezus, bepaalde momenten van genade. Bijvoorbeeld daar dat hij in dat kapotte kerkje is en dat Christus door een icoon van de gekruisigde tot hem spreekt met woorden die we de afgelopen maanden heel vaak hebben gehoord. Herstel mijn kerk. Het woord is belangrijk, maar nog belangrijker is dat Jezus dit woord tot hem sprak vanuit een kruisicoon. Jezus die tot hem sprak. Het zal je maar gebeuren dat je aan het bidden bent en ineens, zoals je nu mijn stem hoort, een stem hoort, en dat is de stem van Jezus. En die geeft je een opdracht. En Franciscus keek naar de gekruisigde en hij werd geraakt door de grote liefde die Jezus daar toonde. En door het woord, de opdracht die hij kreeg, herstel mijn kerk. Franciscus was niet heel ingewikkeld. Die dacht, de Heer zal wel bedoelen dat ik dit kerkje moet op gaan bouwen, her gaan metselen. En dat begon hij ook te doen. Pas gaandeweg zijn leven ontdekt hij dat het een veel diepere zending is mee te bouwen aan de hernieuwing en de uitbouw van de katholica. Maar zo stapsgewijs groeide Franciscus toe naar het moment van zijn werkelijke bekering. Dat hij helemaal vrij wordt om voor God te leven. En dat is een moment dat hij al geprobeerd heeft als bedelaar te leven. Zijn vader wordt heel erg kwaad. Die haalt hem naar huis, die sluit hem op. Zijn moeder laat hem weer vrij. Franciscus gaat weer als een zwerver leven tot ergernis van zijn vader. De vader weet niets anders te doen dan de bisschop om raad te vragen. Geen slechte zet. En zo staat de bisschop daar, de vader en Francesco, mensen uit Assisi. En dat is het moment wat de paus vandaag ook memoreerde. Moment dat Franciscus alles aan zijn aardse vader teruggeeft tot en met zijn kleren aan toe. En dan zegt, nu ben ik helemaal vrij om te leven voor mijn vader die in de hemel is. En dan begint dat tweede gedeelte van het leven van Franciscus, waarin hij kon uitgroeien tot een van de grootste heiligen van onze kerk. De Heer openbaart datgene wat verborgen is voor wijzen en verstandigen aan de kinderen. Een merkwaardig woord. Wij denken tegenwoordig anders. Wij denken dat wijzen en verstandigen alles begrijpen en alles weten en ook heel veel over God weten. Maar Jezus zegt wat anders. De wijzen en verstandigen die de Heer bedoelt zijn de mensen die zichzelf wijs vinden, die zichzelf verstandig vinden, die denken dat ze zelf gelijk hebben. En daarmee, hoe wijs en verstandig ze ook zijn, perken ze hun wereld in tot datgene wat ze zelf kunnen bedenken. Maar de kinderen, dat zijn de mensen die hun hoofd omhoog heffen en van God alles verwachten, zich door God rijk laten maken. En deze mensen hebben dus een veel bredere visie op het leven, op de mens, op God, op het leven in het hiernamaals. En de Heilige Geest kan in zulke harten een wijsheid gieten die wij zelf niet bij elkaar kunnen bedenken. Zo is het ook met die heilige Franciscus gegaan. Als hij eenmaal bekeerd is, die laatste 20 jaar van zijn leven,
onvermoeibaar is hij bezig tot meerdere eer van de Heer Jezus. Eigenlijk met vier dingen. Hij trekt rond op de prediken. Mensen op te roepen zich te bekeren, hun hart aan Jezus te geven, voor de Heer te leven. Tweede, hij bidt heel veel. Franciscus is een man die in zijn leven heel lang en heel aandachtig heeft gebeden, heel ontvankelijk heeft gebeden. Hij is de eerste heilige voor wie men een nieuw woord uitvindt. Zijn levensbeschrijver Celano die zegt, Franciscus was niet iemand die bad, maar het was iemand die gebed geworden is. En dat is een prachtig woord. Franciscus bad heel veel, omdat hij juist in zijn gebed zich dicht bij Jezus wist dat Jezus dicht bij hem was. En de derde, de handelingen van de naastenliefde. De zorg voor de melaatsen, de zorg voor de armen, de zorg voor de mensen die hulp nodig hebben. Ook daar heeft hij zich altijd voor ingezet. In zekere zin zijn het overigens ook de drie hoofdlijnen van onze parochie. Evangelisatie, aanbidding en dienstbaarheid. En het vierde, dat heeft hij niet gezocht, maar dat gebeurde vanzelf. Al heel snel kreeg hij in zijn levenswijze medebroeders die hem wilden navolgen, die bij hem wilden horen, die wilden doen wat hij deed, die mee wilden gaan prediken, die mee wilden gaan bidden, die meededen in die zorg voor de naaste. En zo groeide daar die broederschap. En die groeide zo sterk dat hij toch een kerkelijke vorm moest krijgen, de minder broeders. En waar broeders zijn, daar is een huis nodig, waar ze kunnen slapen. Zo ontstonden de kloostertjes. En dat is het vierde wat Franciscus heeft gedaan. Deze orde verder vormgegeven en heel veel kloostertjes gesticht. Als je zo rond Assisi reist, voortdurend kom je daar kloosters tegen, groot of klein, die door Franciscus gesticht zijn. En in al die kloostertjes wordt dan nog vaak de steen of de grot of het kleine celletje gewezen waar Franciscus zelf nog gebeden en geslapen heeft. Zo is hij onvermoeibaar bezig geweest voor de Heer Jezus Christus. Want alles in het leven van Franciscus is te vatten in één naam, Jezus. Als wij hem nu kennen als de heilige van de diertjes, het is vandaag ook dierendag. Het is dierendag omdat het Franciscus is, onthoud dat goed, het is niet andersom. Hè? Dat ze denken, oh ja, het is 4 oktober, dierendag, Franciscus had wat met de dieren, dus we gaan op 4 oktober Franciscus vieren. Het is andersom. Hij, die liefde voor de dieren, de liefde voor de schepping, was eigenlijk een liefde voor de schepper. En zijn nadruk op de armoede was niet uit een sociaal meevoelen met de naaste, veel dieper. Het was omdat God zelf arm is, arm geworden. God de Zoon die in de hemel leefde, is een kindje geworden in de kribbe, is een gekruisigde geworden, wordt iemand aanwezig in de kleinheid van de hostie. Zo heeft God zich arm gemaakt om daarin te tonen dat hij ons wil rijk maken met zijn liefde. Daar komt de armoede van Franciscus vandaan. Franciscus die zeer radicaal was. Hij kon heel streng zijn, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Heel direct en heel duidelijk. En tegelijkertijd kon hij heel mild zijn, heel zachtmoedig zijn, heel toegankelijk zijn. Dat alles verdroeg hij in zichzelf, omdat hij een instrument was geworden van de Heilige Geest. Niet meer zelf koos, maar zich door God liet leiden. Franciscus is zeker een van de heiligen die bijna als geen andere voortdurend heeft gezocht. Wat wil Jezus nu van mij? En de ene keer deed hij dat op een wat vreemde manier, dat hij een medebroeder maar liet rondtollen. En als die uitgetold was, viel die helemaal duizelig in een bepaalde richting. En dan zei Franciscus, dat is dus de richting die Jezus nu wil dat we opgaan. En dan ging hij die kant op. Andere keren nam hij soms wel 40 dagen van vasten en gebed, omdat hij helderheid wilde hebben over een stap die hij moest zetten, die God hem zou wijzen. Maar in alles heeft hij telkens gezocht wat Jezus vroeg en was hij ook volkomen bereid om te doen wat de Heer vroeg. Of het nu moeilijk zou zijn, of het nu mooi zou zijn. Er zijn momenten in zijn leven dat hij juicht en danst van vreugde. En er zijn momenten dat hij diep bedroefd is over de mensen die hun hart nog niet voor Jezus openen. Zo is hij instrument geworden. En dan 2 jaar voor zijn dood, als hij weer een lange tijd van gebed neemt, boven op een rots, waar hij heel ver in de verte keek, verscheen Jezus aan hem, gedragen door een engel.
En uit de wonden van Jezus kwamen de stralen die in de handen en de zijden en de voeten van Franciscus de stigmata, de merktekenden, tekenden. Want eindelijk had Jezus na zoveel eeuwen een katholiek gevonden in wie geen weerstand meer was tegenover de heilige wil van God. Wij houden nog zo ver God van ons vandaan en dan kan God ons minder moeilijk vormen. Bij Franciscus was dat niet meer zo, zodat hij zelfs zijn lichaam kon merken, kon vormen naar de gekruisigde, de eerste gestigmatiseerde in de wereldgeschiedenis, in de kerk. Franciscus zelf wist helemaal geen raad hiermee, was overrompeld, probeerde te verbergen. Zijn medebroeders zagen het en het ging als een lopend vuurtje. En iedereen die toch al graag naar Franciscus kwam kijken en luisteren, wilde hem nu des te meer zien vanwege die wonden die hij droeg. En hoezeer hij ze ook probeerde te verbergen, dat lukte natuurlijk niet. Het was wel het begin van een laatste moeilijke 2 jaar van zijn leven, waarin hij verzwakt, waarin zijn zicht afneemt en er op een gruwelijk barbaarse wijze wordt geopereerd met een gloeiende staaf. Maar het helpt allemaal niet. En zo verzwakt hij en hij weet dat hij stervende is. Maar in zijn hart komt een lofzang naar boven die wij nu kennen als het zonnelied, waar hij later nog 2 strofen aan toevoegt om vrede te stichten tussen rivaliserende mensen in Assisi en om de dood te begroeten als broeder dood. Want de dood is in die zin mooi, is de poort naar het werkelijk zien van Jezus. En Franciscus verlangde niets anders dan dat Jezus te mogen zien met zijn eigen ogen. Zo sterft Franciscus naakt buiten het kleine kapelletje dat hij had laten bouwen. Zijn hand op de zijdewond om die nog te bedekken, maar volkomen aan, zoals Christus aan het kruis. Zo stierf Franciscus op 3 oktober. Het was niet op 4 oktober, maar het was ook 3 oktober. Gisteravond hebben de Franciscanen dat al herdacht, het sterven van vader Frans. Maar omdat de kerkelijke kalender al bezet was met de heilige Bavo, kwam zijn gedachtenis op 4 oktober en daarom vieren we die nu vandaag. De menigte kwam van overal om het dode lichaam van Franciscus te zien en die te begeleiden naar de plaats van begrafenis, waar later die enorme drievoudige kerk is gebouwd. Drievoudige kerk die iets laat vermoeden van de enorme invloed die Franciscus heeft gehad op de kerk, op de wereld. Een vruchtbaarheid die, omdat hij geworteld is in Christus, nog steeds doorgaat tot op de dag van vandaag. En zo blijft Franciscus vanuit de hemel meebouwen aan de kerk. En we hebben zijn hulp hard nodig in deze tijd. Dus daarom is het maar extra goed dat we ook hier in de kerk een nieuw beeld straks gaan zegenen en een plek geven, zodat wij ook voortdurend herinnerd worden aan die oproep van Jezus: herbouw mijn kerk. En dat we daar met hulp van de heilige Frans, Sint Franciscus, onze eigen inzet aan geven. Heer, u verheerlijken wij, want gij alleen zijt de heilige. En uit medelijden met ons hebt gij uw Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden, die de oorsprong en voltooier is van alle heiligheid, en die de Heilige Geest als helper heeft uitgestort over de geboorte van de kerk. Deze is de stem die de geheimen der heiligheid onderricht, de zachte bries die kracht en mildheid aanwakkert, het vuur dat het hart van de gelovigen van liefde doet ontbranden en het goddelijk zaad dat de overvloedige vruchten voortbrengt van genade. Daarom, Heer, verheerlijken wij u heden, omdat gij de gave van die geest hebt geschonken aan de heilige Franciscus van Assisi, van wie uw dienaren dit beeld ter verering hier plaatsen. Wij vragen u, laat alle die Christus navolgen en het voorbeeld van de heilige Franciscus ter harte nemen, komen tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. Laat hen door woord en voorbeeld het evangelie verkondigen en daarvoor niet aarzelen zelfs hun bloed te geven, dat zij het kruis van de Heer dagelijks op zich nemen en zich toeleggen op de dienst aan u en de medegelovigen, dat zij bij de vervulling van hun taak hier op aarde deze doordrenken van de geest van Christus en dat zij hun ogen gericht houden op de hemelse woning waar gij, Vader, hen zult opnemen om te heersen samen met uw Zoon die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
God, bron van alle genade en heiligheid, zie neer op uw dienaren die dit beeld van de heilige Franciscus hebben opgesteld. En laat ons de voorspraak ondervinden van hem die de volgelingen en mede-erfgenaam van Christus geworden is en nu een stralende getuigenis van het evangelisch leven en een bijzondere voorspreker bij u door Christus onze Heer. Maak van mij een instrument.